Breda Nu. Je weet het meteen. In de Hogeschool Avans vond de lancering plaats van de stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Aanwezig waren een paar partijleden en studenten die hun mening uiten over de aankomende verkiezingen en dit initiatief. De lancering werd gedaan door burgemeester De Pla. Nou, de stemwijzer geeft eigenlijk de belangrijkste stellingen aan die bij de verkiezingen in Breda van groot belang zijn. En die helpen dus in feite mensen te bepalen welke partij staat nu eigenlijk dichtst bij mijn opvattingen. En bij deze ligt de nadruk nou echt op studenten. Hebben jullie gemerkt dat in de vorige jaren die minder betrokken waren geweest? Of? Nou, wat we doen is het heel Breda hebben. We staan alleen hier nu toevallig bij de hogeschool. Omdat we uiteindelijk ook gericht zijn op de mensen die voor het eerst gaan stemmen. En bij de hogeschool kom je veel mensen tegen die voor het eerst mogen stemmen. En hopelijk gaan veel van die mensen die voor het eerst mogen stemmen ook daadwerkelijk stemmen. En hopelijk is de stemwijzer een klein zetje in de goede richting. Ik ben al jaren tevreden met dit initiatief. Ik ben zelf voorzitter jeugd en politiek bij ons in de raad. Dus wij vinden het heel belangrijk dat de jeugd betrokken is bij de politiek. En ik merkte net met de jonge studenten die ik sprak dat het niet zozeer tegenviel als wel dat er heel veel in staat. En dan denk ik dat al dit soort wijzers, of specifiek deze wijzer, heel goed is voor iedereen, maar ook voor de studenten. Nou, volgens mij zijn we met z'n allen een soort stemwijzer aan het invullen, zie ik. En nou, ik denk dat het wel goed is, want we moeten meer studenten betrekken bij de politiek, want anders gaat het natuurlijk helemaal de verkeerde kant op. Ik vond het wel goed gaan. Het was wel interessant om dit als eerste keer te doen, zeg maar. Ik had het van tevoren ook niet gedaan. Ik heb me eigenlijk nog nooit echt goed verdiept in politiek, maar ik vind het wel heel erg interessant om dan zoiets te doen, ja. Het zou zeker een uitkomst kunnen zijn, maar ik denk dat ik zelf wel vrij duidelijk voor mezelf heb waar ik op ga stemmen en dat ik daar goed aan doe voor mezelf. Ga ik stemmen? Nee. Ik ben eigenlijk totaal niet mee bezig. Ik ben niet overtuigd, nee. Nee, ik volg eigenlijk alleen maar de landelijke verkiezingen. En voor de rest hou ik me eigenlijk niet met politiek bezig. Nog niet echt over nagedacht, maar ik denk het wel. Normaal gesproken probeer ik wel te stemmen, ja. Denk het wel. Nee, ja, dat weet ik nog niet. Waar hangt dat vanaf? Ja, het ligt eraan of ik er tijd voor heb. Oké, en je vindt wel dat je heel veel tijd in moet steken dus? Nee, totaal niet. Nee. Ik zou me er meer in moeten verdiepen, maar misschien wel. Ik wilde me nog wel sowieso even verdiepen in wat ik nou interessant vind en de standpunten van iedereen. En dan vanuit daar mijn keuze maken en hier wel een beetje op terugkijken. Nou, ik hoop dat heel veel mensen gebruik maken van die stemwijzer. Want het helpt om te bekijken wat vind jij belangrijk voor de stad en wat vinden de partijen belangrijk. En welke partij past dus eigenlijk het beste bij jouw opvattingen, want uiteindelijk gaat het over jouw toekomst van Breda. Nou ja, ik denk dat het gewoon allemaal heel belangrijk is, ongeacht wat je gaat stemmen, dat je gewoon 21 maart na het stemhokje komt. Bijvoorbeeld hier op Avans hebben we ook gewoon een stemhokje staan. Breng die stem uit en zorg dat Breda gewoon een hele mooie stad blijft en misschien nog beter wordt. Breda Nu. Je weet het meteen.